Dominique Major, de directeur van het Ministerie van College. We gaan mee laten. En we zijn vanochtend getroffen door een vreselijk ongeluk. Leerlingen uit de vierde klas zijn met z'n allen op schoolreizen, op studiereizen. Eén reisbestemming is Barcelona en de bus is vanochtend rond 6:15 verongelukt. Worden wij vanochtend rond 7:00 toen we een andere reis naar Berlijn aan het uitzwaaien waren. In eerste instantie leek het mee te vallen. Rond 7:50 kregen wij het bericht dat er niemand in levensgevaarlijk gewond was. En uiteindelijk hebben we een uurtje geleden de bevestiging gekregen dat een van onze leerlingen inderdaad is overleden en dat twee andere leerlingen zwaar gewond zijn. Dus we hebben ouders geïnformeerd. Het is heel lastig om te informeren, omdat we nog niet weten om welke leerlingen het gaat. Dus je kunt niet gericht informeren. Iedereen wil natuurlijk weten hoe het met zijn eigen kind gaat. Dat weten wij dus nog niet. Informatie komt maar niet los, ook niet van buitenlandse zaken, van niemand eigenlijk. Ouders zijn hier op school ontvangen om toch een soort zorg naar elkaar te bieden en een verhaal kwijt te kunnen. En ja, nu wij weten dat er inderdaad een van onze leerlingen is overleden, willen wij ook alle andere leerlingen informeren. Dus we roepen ze dadelijk allemaal naar de aula en vervolgens gaan de activiteiten van vandaag en van morgen, want hadden we een feestactiviteit, collegedag, een jaarlijkse traditie, die blazen we af. Waarbij we natuurlijk als school wel open zijn en bereikbaar beschikbaar voor leerlingen om de coördinatie op te leveren. Nu heeft je nog een flink aantal leerlingen in Spanje.